Hoi, ik ben Nezuma. En ik ben Rashida. En samen zijn wij de Healthy Sisters. We houden van lekker, maar vooral gezond eten. En daarom delen we deze passie graag met jullie. Wat is het geheim van jullie vlog? Het geheim van onze vlog is denk ik dat wij heel dicht bij onszelf staan. Hè? We laten zien waar wij ook echt voor staan. We maken het heel persoonlijk. Ook. Want ik heb ook een YouTube-kanaal, maar dat gaat niet zo heel goed. Ik zit, laten we zeggen, onder de 100 abonnees, niet zo heel veel views. Daar wil ik graag iets aan doen. Doe dingen die je echt heel erg leuk vindt. Blog over iets wat echt, blog over jouw passie. Dus ja. Wij bloggen of vloggen echt alleen maar over dingen die wij zelf persoonlijk hebben ervaren. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, we gaan normaal gesproken beginnen we natuurlijk met een intro. Ja, natuurlijk. Ja. Die gaan we zo meteen doen. Dan vertellen we inderdaad aan onze kijkers van wat we gaan maken. Wat er gaat gebeuren. Is dat belangrijk? Meteen zeggen waar het over gaat? Ja. Hey en welkom bij een nieuwe video van de Healthy Sisters. Wat gaan we maken, Rashida? Hey, hallo, welkom. Allereerst wil ik even zeggen dat wij vandaag Jan in de uitzending hebben. Tenminste, in onze YouTube-filmpje. Ja, ook niet onbelangrijk. De man... In plaats van Man in Black is het Man in Blue. Ja, Jan rijdt rond is vandaag bij ons. Wij gaan hem helpen om zijn YouTube-kanaal een beetje te krikken. Populairder te maken. Ja. Nou, precies. Dat gaan we dus doen. Dus wij gaan koken met Jan in het blauw. Ja, Jan, ik heb wel een leuke klusje voor jou. Ik kan niet zo goed tegenuit. Laat ik normaal gesproken Rashida altijd te doen. Maar jij bent de pineut. Ja. En als ik zo naar jou kijk, en dan zie ik kijkers dan niet, dan zie ik ook al een beetje Rudolf van Veen in jou. Wel, hè? Ja. Qua looks, ik heb ook qua looks, hè? Ja, is dat een compliment of niet? Ja. Nu je een mes in je handen hebt, is dat zeker een compliment. Wij hanteren zoveel mogelijk de 80-20% regel. 80 is natuurlijk hè, het gezonde en het 20 is het niet gezonde. Een mix van kruiden hebben we eigenlijk door onze moeder. Die doet eigenlijk altijd alle kruiden, mengt ze ook eigenlijk altijd meteen. Even maar ik hoor dat jullie veel ook met jullie moeder in de filmpjes. Wij hebben alles van onze moeder geleerd. Ja, echt alles wat wij... Maar dat maakt het ook wel persoonlijk dan. Zeker, ja. Dus als ik kleine Jantje zeg maar noem, zo meteen bij het toetje, dan is dat goed. Ja, zeker is dat goed. Dat is wat ik voor zojuist ook al eerder heb benoemd. Ja. Ik ga een klassiek Nederlands toetje maken. Ja. Dat is goed, hè? Klassiek Nederlands toetje is goed, toch? Heel goed. Ja. Iets wat ik altijd kreeg van mijn moeder toen ik klein was. Ja. En iets wat ik nu aan kleine Jantje geef heel vaak. Okay. 3, 2, 1. En dat is hem. Ja. En ook een tip als je hem op Instagram zet, fotografeer voor de helft. Laat maar zien hoe het moet. Nou, die was wel heel scherp, Jan. Die is goed. Die is heel goed. Kijk, dan zie je toch nog de rest op de achtergrond. Ik heb hem voor de helft genomen en je ziet zelfs de hageslag zie je heel scherp. Oké. Okay. Ja. Nou, geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga proeven hoor. Wacht even. Wij tellen af, Nezuma. Nou, ze heeft het weer verpest. Jan, wij tellen af. Ik kan jullie vertellen. Hij is warm, hè? Hij is verrukkelijk. Kijk uit, hè? Bismillah. Hij is heet. Hij is heet, je hebt een hele balletje. Maar jullie bedankt voor de tips in ieder geval. Ja, voor mij dan. Hopelijk heb je er ook iets echt aan. Dat zou mooi wezen. Dat zou heel fijn zijn. We gaan het zien. Succes ermee, Jan. Ja. En we houden jou in de gaten, want we gaan je volgen. Ja. Goed? Ja, ik jullie. En vergeet ons niet te volgen, hè? Nee. Ja. Healthy Sisters, hè, Jan? Oké. Okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Sta Jan. Oh, laatste tip. Aan het einde van je filmpje altijd vragen of ze willen abonneren. Oh ja. Duimpje omhoog. Ja. En abonneren is gratis. Ook niet onbelangrijk. Dus abonneren en duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Proost ik ook. Dit is wel heel erg lekker na zo'n tagine. Zo'n frisse yoghurttoetje. Anders smaken we niet zo kruidig. Ja. Hebben we weer iets geleerd van Jan?